Welkom, vandaag neem ik jullie mee om te gaan kijken bij M. Walhalla. Het evenement wordt gehouden in het Lauwmans Toyota World in Raamsdonksveer. Het evenement is bedoeld voor auto's met een goed bedoeld concept dat hoogst ongelukkig heeft uitgepakt. Zoals een Fiat Multipli, een Nissan Cube, een Alfa Romeo Arona en nog meerdere modellen wat ongelukkig heeft uitgepakt. Of een exoot die zich nooit in Europa heeft mogen bewijzen. Of een massaproduct wat vroeger door veel gezinnen werd gereden en nu als super saai wordt gezien. Kom je dus met een auto die aan die eisen voldoet, dan krijg je auto een mooi plekje op het erf van Lauwman. Kom je met een gewone auto, dan kan je parkeren op de bezoekersparkeerplaatsen. Aanmelden vooraf met je auto is niet nodig. Je mag ook op de kosten van de organisatie de museumcollectie van Lauwmans Toyota World bewonderen. Er zal ook een catering op het terrein aanwezig zijn voor de lekkere hap. Er zullen ook leuke activiteiten zijn zoals Flop Gear, het proefcentrum Stuurlui aan Wal en de thema-expositie 100 jaar Lauwman en Parkway. Het evenement begint om 10 uur en zal om 3 uur in de middag eindigen. Het evenement is gratis voor de bezoekers en voor de deelnemers. Een vrijwillige donatie bij de ingang is natuurlijk altijd welkom. Ik hoop dat we een hoop leuke en interessante dingen gaan zien. We gaan nu rijden en we zien jullie daar. Hoi! Zo is het aangekomen bij M. Walhalla en we gaan even lekker rondkijken.
dat mensen uit de rij pakken die niet bij een club horen. En dan mogen ze hier rechtsaf. Achteraan, begin of vooraan? Doorrijden.
met zijn hoofdje heen en weer gaat. De Edsel Owners Club. En ik zie al meteen dat de kenmerkende bekleding in dit geval niet op de stoelen zit, maar om de huid van de bestuurder. Leg eens even uit, hoe zit dat? Want dit is natuurlijk wel heel apart. Ik heb deze auto al sinds 1996. Deze heeft inderdaad niet de bekleding, hij is van 86, toen waren ze gestopt met de bekleding. Hij heeft bijna geen autofabrikanten meer waren genoeg, dus dat vinden wij sowieso wel leuk. Heel veel mensen kennen Steyr niet. Maar als je vertelt wat Steyr zowel heeft uitgespookt in de loop der jaren naast het bouwen van vrachtwagens, dan gaan er vast wel wat belletjes rinkelen. Ze hebben onder andere de Mercedes G-klasse gebouwd onder een Poeg-label. Ondertussen komt onze grote Audi-liefhebber Hessel eraan. Hessel die met zijn garage Terpstra in Sexbierum een prachtige collectie Audi's erop nahoudt. Hij koopt en verkoopt mooie jonge Audi's, maar heeft voor zichzelf ook een kleine verzameling met hele mooie, bijzondere auto's. Hele exclusieve kleine Daihatsu voorgereden. Dit is een Trevis, geloof ik, hè? Nee, dat is geen Trevis. Nee, je hebt gelijk, want een Trevis heeft 5 deuren. Oh, ik zie het al. Ik zie het schuine kontje. Dan moet het een Zastava zijn. Zastava heeft al heel gauw de Fiat 128 in licentie gebouwd. Maar er was één belangrijk verschil. De Zastava kon je ook met een 5e deur krijgen. Ja, misschien wel.
wij ja, nieuwe platen met een eentje erin. Maar dat was wel een Amerikaanse uitvoering. Ja, en dan natuurlijk een beetje het icoon als het gaat om duurzaamheid. En geen duurzaamheid als het gaat om batterijen en andere rare aandrijvingsvormen waar we eigenlijk allemaal hier stiekem nog niet aan willen denken. Maar zo'n auto waarvan ze zeggen bij 3 ton is die pas ingelopen. Is een Lesaber? Ziet er bijna hetzelfde uit als een Electra. Electra is een iets luxe, duurdere uitvoering. Lesaber, wat is die, 1975? Eigenaar knikt, 1975. Model is bijna hetzelfde als bijvoorbeeld in 1976, maar die Amerikanen hadden er een handje van om elk jaar wel weer een nieuwe grill erin te stoppen, nieuwe logootjes, andere wielen. En kijk eens eventjes, wat een slagschip, fantastisch. Die alleen maar klagen en roepen dat de jongere generaties de hobby niet overnemen. Het interesseert ze niet, ze zijn alleen maar van de woke generatie, willen alleen nog maar elektrisch rijden. En hier zien wij de uitzonderingen. Op de regels, 2 jonge guppies, 2 jonge snuiters in een DAF pony. En volgens mij hebben ze hier een heel leuk toetertje aan. Laat hem eens even afgaan. Iets harder, wacht, we doen hem even bij de microfoon. Ja, zo willen we horen. Zit er ook nog een echte toeter op dit voertuig? Mag jij het eerste nummertje uit de kant trekken? Let goed op!
wat je op zak hebt. Zinderende spanning. Nummer 1-0-4-9. 9. Wie heeft er nummer 9? Kijk, daar komt nummer 9 aan rennen. Ik heb deze man nog nooit zo hard zien rennen. Normaal zit hij alleen maar in zijn auto. Dat voelt alsof je opstijgt, hè? En dat ga je nog doen ook. Hij krijgt een sleutelhanger, hij krijgt een kentekenplaat met de welluidende tekst My next car will fly. We'll be right back.
Zo, dit was dan weer M. Walhalla. Ik hoop jullie genoten hebben. Wij gaan weer naar huis. Hoi.